regenstress ging niet zo goed. Het is gewoon heel zonde. We hadden een heel plan voor vandaag. En dat valt letterlijk en figuurlijk in het water. Of ik helemaal mis? Ja, tuurlijk. Het is gewoon kloten dat je op afstand moet bellen met elkaar. Dat hij er niet bij is. En ik heb ook een eigen sterke mening, maar die kan ik nu niet zo goed ventileren, omdat hij natuurlijk niet rechtstreeks met Herman praat. Dus daar baal ik wel een beetje van. Als die achterkant maar onder controle krijgen, en ik bedoel ook voor dat we de snelheid zeg maar hebben voor de quali. Ik heb een hekel aan de Sachsenring, nu al. Niet meer dan normaal. Zandvoort was ik gespannen. Ja, veel. Nieuwe banden, nieuwe remblokken. Echt goede droge baan. Hij moet nu wel in één keer alles uit hem halen wat in hem zit. Ja. We are still P5 and we are 1 minute away from doing a second stint. Do we go out or not? I think we should be on track. Then you're fucking up your Q2 tires. Understand, please, man. Herman, make a good call. Make a good call. It's up to you. You go out. You can directly push. It's okay. Tire pressures are okay. One left that I can do is then, and I had traffic, otherwise I would have been through. And it'll be 9, I think. It's close, but you have a 27.5 and P10 has a 27.8. Oh shit. Is it over or not? 11. P11. We zijn 11 dus, dat lacht dit. En hun gaan allemaal opnieuw en wij niet. Nou, hebben wel hun allemaal nog een nieuw setje dan? Ja. Weet je dat? Ja, dat ik ze erop zie gaan. Die hebben het op de eerste geprobeerd. Maar goed, we doen ons best, Niels. You can directly push. You can push now. Onderstuur. Onderstuur. Toch veel onder. Durf eigenlijk niet te kijken. Iedereen start opnieuw. Wij hebben geen totale nieuw meer. Ik denk dat het nog blij zijn als we 9 of zo. At this moment, but Project and Halder needs to go, so 9. We're now at P8, Niels. Halder, we're going to have to pack it. Come by now. We have Halder, shit. But they're still running. So I keep you in front. Oh, P10. Oh my god, Wankemuller. Oh. I'm fucking nervous now. No, I think you're going to be P10. I think you're very lucky. This was really close. Natuurlijk zitten er wel eens mindere momenten in zijn quali. Weet je wanneer je pas echt moet balen als je P11 staat? Nu sta je P10. Nou oké, nu heb ik vandaag het harde werk, het zware werk in de race. En morgen moet ik vanaf pole position. Ja, ik wil niet heel lullig doen. Maar dat is natuurlijk wel een
klein gelukje. Maar je hebt nu wel nu wat punten gemist met de kwalificatie dan. Ik weet niet wie 1, wie 2, wie 3 staat. Ja, je grootste concurrenten. Engst 1, Albert 2, Project 3. Weet je wat het is? Zij staan allemaal bij elkaar. Ze moeten echt voor elkaar finishen. Dus die gaan 100% de strijd aan met elkaar. En ik ben daar de eerste race gewoon ver van weg. En de tweede race zit ik er ver voor. Die ellende. Ja, weet je, we moeten iets aan de setup doen. Dat is wat één ding wat voor mij heel zeker is. Want zo gaan we leuk mee alleen meerijden. Maar weet je, als je toch eventjes kijkt, Engstler Project Halder. Nou, Project nummer 2, Halder nummer 4, nummer 3, ja nummer 4, Engstler nummer 3. Ze zijn allemaal bij elkaar. Die mogen zich geen plekje meer voorlopen op de vlies. Dus zeker niet in de komende race. Heb je al een beetje het gevoel dat we laten hem even uitvechten? Nou ja, ik denk gewoon dat er wat gaat gebeuren in die eerste race. Misschien zelfs wel eentje eraf gaat vliegen. Misschien wel, ja. Dan hoop ik op Project natuurlijk. Dat was echt net aan met de kwalificatie. P10. Opgelucht en teleurgesteld, maar vooral heel erg opgelucht. Want dat betekent dat ik race 2 vanaf pole position mag vertrekken. Hoe gaat dat aflopen? Hoe gaan de races? Dat ga je zien in mijn volgende video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan alsjeblieft even een blauw duimpje. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal.